Ja, Pieter, een nieuwe aflevering van Black Friday. Als ik de leader dan zie, hè, moet ik toch nog heel even denken aan vorige week vrijdag, aan onze liveshow. Hoe is die jou uiteindelijk bevallen? Want dat was toch wel echt nieuw voor ons, hè? Het was nieuw en het was veel. Het prijzencircus was dermate uitgebreid dat we op een gegeven moment inhoudelijk het meeste behandeld hadden voor wat we behandeld wilden hebben. Ja. En ja, toen moesten we nog allerlei prijzen gaan weggeven. Toen moesten we er nog 5 weggeven, Pieter. Ja, en de rest van de week heb ik via allerlei kanalen in mijn mail, Instagram, Twitter, Facebook, noem een communicatiekanaal. Of toen kwam wel iemand melden dat hij je prijs had gewonnen. Ja. Dus ik heb me de hele week een soort Sinterklaas gevoeld. Maar we kunnen de mensen wel geruststellen, toch? Ja. Want jongens, even voor jullie beeld. Rutger, ons stagiair, is daar echt mee bezig. Er wordt snel contact met jullie opgenomen. De meeste zijn overal... Is al contact mee geweest. En maar... ons probleem was AVG. Tenminste, er schijnt allerlei ingewikkelde wetgeving te zijn, waardoor je mensen die een prijs hebben gewonnen niet mag benaderen om te zeggen, hé, je hebt een prijs gewonnen, ja. Hier kun je, ja, waar moeten we hem naartoe sturen? Dus, ja, tenzij ze YouTube Studio downloaden, dan kan je wel weer contact opnemen. Dat was inderdaad een beetje vaag. Maar jongens, het komt allemaal goed. Hey, voetbal! Voetbal, ja, we hebben het vorige week ook al een beetje over gehad. We gaan het hebben over Lionel Messi. En wij zaten van de week al met elkaar, hadden we contact veel. Waar zullen we het over hebben? We kunnen een tactische analyse, we pakken weer een trainer. Maar we zagen wat statistieken van Messi. We zien hier ook de plaat van ultieme afwerker naar plaats 468. Nou, het doet gewoon bijna pijn om het te moeten melden. Ja, ik schrok er ook een beetje van. Waar komt dit precies vandaan, Pieter? Leg eens uit. Ja, waar komt dit precies vandaan? Nou, ik denk dat iedereen die dit seizoen Barcelona gevolgd heeft en die Messi gevolgd heeft, die heeft zo'n soort idee van er is wat aan de hand. Met Lionel Messi. Nou ja, iedereen weet natuurlijk ook wat er in de zomer gebeurd is. Messi wilde weg, Messi mocht niet weg. Messi ging toch blijven. Ja. En sindsdien, nou, dat is niet alleen in wat iedereen kan zien. Dus hij scoorde niet zo heel veel. Vooral via strafschoppen, dat soort dingen. Dat is een element erin. Maar je kunt natuurlijk ook nog iets dieper in duiken van wat doet Messi nu? En hoe vergelijkt zich dat tot eerdere seizoenen? En als je dan helemaal af gaat pellen. Er is er gewoon een manier om te kijken naar de top 5 Europese competities. Wie zijn dan het meest bij doelpunten betrokken? Nou, als je dat van de afgelopen 3 seizoenen pakt. Dus doelpunten en assists per 90 minuten. Ja. Vorig seizoen nummer 1, Lionel Messi. Seizoen ervoor nummer 1, Lionel Messi. Seizoen ervoor nummer 1, niet Lionel Messi. Neymar nummer 2, Lionel Messi. Dat is gewoon... Ja, jaar in jaar uit kon je dat invullen. Vaak ook nog met Cristiano Ronaldo in die lijst erbij. Ieder jaar zie je in de top van de lijst dezelfde namen. Bijna altijd Messi bovenaan. Op een soort van buitenaardse manier. Dat je denkt van, dit is onmogelijk dat iemand deze cijfers haalt. Maar dat haalt hij jaar in jaar uit. Ja, want wij zeiden op het moment dat hij niet buiten de top 2 viel. Dan had hij of eventjes een vormdip. Dat gebeurde bijna nooit. Of hij was geblesseerd. Nou ja, precies. Dit soort statistieken zijn er nog per 90 minuten. Dus dan de geblesseerd, dat filtert zich er dan nog een beetje uit. Maar in principe staat hij ieder jaar in dat soort klassementen staat hij of bovenaan. Of als hij een slecht jaar heeft, dan staat hij tweede. En toen pakten we... Kijk, het is niet dat we nu 3 wedstrijden bezig zijn in dit seizoen. We zijn al wel een wedstrijd of 10 onderweg. En nu pakten we de statistieken erbij voor Messi. En hoe die nu staat op die ranglijst waar die ieder jaar bovenaan staat. Precies. En toen ben ik me wel geschrokken. Voor nu is hij staat er na 12 wedstrijden staat hij op 7 goals, waarvan 5 strafschoppen en 4 assists. Maar goed, nou pakken we het totaalplaatje erbij, want hij valt niet buiten de top 5, hij valt niet buiten de top 10. Hij valt zelfs buiten de top 100. En dan kom je op deze ranglijst als het gaat om doelpunten en assists per 90 minuten, inclusief de penalties. Nou, dan zien we Robert Lewandowski. Dit zijn dan inderdaad alleen competitie, dus hier is de Champions League niet bij. Ja. Waar Messi natuurlijk ook nog wel rendement gehaald heeft. Dit is dan per 90 minuten. Dan zie je inderdaad op 1 Robert Lewandowski. Met, dat zijn natuurlijk ook onwaanzinnige cijfers. Ja. 2,26 per 90 minuten. Ik durf hier ook wel de voorspelling te doen van dat hij dit enorme moyenne niet helemaal gaat doortrekken. Omdat je normaal gesproken ziet dat de nummer 1 in deze lijst, die eindigt ongeveer op 1,5 per 90 minuten. Dat is ook ongeveer meestal waar Messi rondom zit. Ja. Nou, dan inderdaad Mbappé zie je hoog staan op die lijst. Ronaldo zie je hoog staan op de lijst. Maar als je de top 10 pakt, dan zie je alle namen die je daarin verwacht. Dus Haaland, Sancho, allemaal dat soort types. Die staan allemaal in die top 10. En dan ga je zoeken naar Messi. En dan 10 tot en met 20, geen Messi. Nee. 20 tot en met 30,
geen Messi. Nou, we kunnen hier een half uur vullen met alle plekken waar we Messi niet terugvinden. Ja. En dan vind je hem terug op plek 240. Ga je kijken bij wie staat hij een beetje in de buurt. En dit is dus met penalties er nog bij. Ja. En dan staat hij in de buurt van Geraldo Becker. Aanvaller van Union Berlin. En ja, voormalig speler uit de Eredivisie. En voormalig speler uit de Eredivisie. Maar ja, dat is niet ja, de omgeving waarin je Messi verwacht. En hij scoort dus 0,47 per 90 minuten. Doelpunt en assist bij elkaar. Ja. Waar hij in de voorgaande seizoen eigenlijk consequent rondom de 1,45 zat per 90 ja, minuten. Dus eigenlijk, Messi is er een doelpunt per wedstrijd op achteruit gegaan. En dat is dus nog inclusief zijn strafschoppen. Want als je dat eruit gaat halen, dat schrik je op zich. Daar hebben we ook een stand van. Die komt hierna. En daar zien we inderdaad. Kijk, hier hebben we inderdaad op 468. Het doet gewoon pijn om te zeggen. Leroy Sané komt hierbij, maar is natuurlijk. Goed, die neemt de strafschoppen niet bij, bij Bayern. Lewandowski scoort dan nog hoog en Mbappé die blijft ook hoog scoren. Maar Messi, ja, die zakt dan heel ver weg. Nou, voor een deel is dat, hè, wat hier natuurlijk niet uitgefilterd is. We zijn net begonnen aan het seizoen, er zitten er ook spelers bij. Die hebben misschien één wedstrijd gespeeld, twee wedstrijden gespeeld. En een keer een assist gegeven of een keer een goal gemaakt. Bijvoorbeeld David Ospina, de keeper van Napoli, die staat in dit klassement boven Messi, omdat hij één keer een assist heeft gegeven met een lange bal tegen Atalanta Bergamo. Ja. En lang niet alle wedstrijden gespeeld heeft. Dan staat hij nu in dat klassement, vier wedstrijden gespeeld, één assist, 0,25 per 90 minuten. Dus die staat dan boven Messi met deze cijfers. En dat is toch wel heel erg schrikken dat Messi zo ver naar achter is gegaan. Want eigenlijk iedereen die Messi dit seizoen gezien heeft, ja, die ziet dat wel gebeuren. En dat hij inderdaad niet het rendement heeft wat we van Messi kennen. Maar als je in dit soort lijstjes gaat uitdrukken, dan zie je pas echt hoe groot die kentering is geworden bij Messi. Ja, precies. En je ziet ook inderdaad zijn statistieken. Dat heeft ook zijn weerslag uiteraard op de resultaten van Barcelona. In de competitie vallen die tegen tot dusver. Maar als we kijken naar de cijfers. Nou, de cijfers die liegen er niet om. Zijn gewoon niet goed. En als we dan kijken naar de vorm bij Barcelona. We hebben wedstrijden hier gehad, want we analyseren elke week de wedstrijd van Barcelona. Weet je, of het nou rondje buitenland of nou wij in Black Friday zijn. Elke week komt het wel een keer aan bod. En dan zie je dus de ene week, op het moment dat hij het dus enigszins op zijn heup heeft. Nou, dan zijn we weer lyrisch, want dan is het nog steeds de geweldige voetballer. Mm-hmm. Maar er zijn ook momenten, en daar wil ik eigenlijk naartoe, dat hij wandelt. En dat je bijna denkt van, voetbalt Messi onder protest bij Barcelona of gaat dat te ver? Nou ja, je gaat het, als je naar de cijfers kijkt en ook naar die wedstrijden natuurlijk, dan ga je dat wel bijna vermoeden. Omdat zeg maar een Messi in topvorm of een Messi enigszins een normale doen, die haalt cijfers die heel veel beter zijn dan de cijfers die hij op dit moment haalt. Nou, daar kun je nog wel bij een kleine context / nuance bij plaatsen door te gaan kijken van is het ook daadwerkelijk zo dat hij daar heel veel slechter in is geworden. Een van de dingen die je bijvoorbeeld ziet in de afgelopen seizoenen is dat Messi haalt nog steeds een hoog rendement per 90 minuten, maar dat is een beetje aan het verschuiven van doelpunten maken naar meer doelpunten voorbereiden. Nou, bij doelpunten voorbereiden, kijk, als ik jou alleen voor de keeper zet, drie keer per wedstrijd en jij schiet hem drie keer naast voor een open doel, dat maakt voor mij paas niet uit. Die paas is even goed. Nee. Dus je kunt ook op die manier gaan kijken naar, hè, komt hij nog wel in positie om te scoren en komt hij nog wel, brengt hij nog wel ploeggenoten in positie om kansrijk te worden. Nou, als je dan kun je eigenlijk dezelfde klassement hebben als dat we net hadden. Dus met goals en assists, maar dan met expected goals. Ja, leg even kort uit wat een expected goal is. Voor ja, expected goal, eigenlijk de kern daarvan is, je kunt in een café een discussie hebben van hoe groot was de kans. Mensen zeggen ook wel eens, weet je wel, een commentator van, dat is een 100% kans. Nou, een 100% kans bestaan. Je kunt eigenlijk het beste uitleggen aan de hand van een strafschop. Als jij een strafschop krijgt, in 79% van de gevallen gaat een strafschop raak. Dus als je een strafschop uitdrukt in expected goals, is dat 0,79. En zo kun je natuurlijk ook voor een vrije trap vanuit een bepaalde positie, maar ook een schot vanuit een bepaalde positie kun je berekenen op basis van vergelijkbare pogingen in het verleden. Welke waarde dat heeft en hoeveel expected goals een bepaalde kans heeft. Dus dan is bijvoorbeeld een vrije schietkans in de 16, dat kan dan 0,33 expected goals zijn. Nou, van Messi weten we jaar in, jaar uit dat hij vaak iets beter presteert dan zijn expected goals waarde. Wat natuurlijk ook logisch is, omdat iedereen weet dat Messi goed kan afwerken. Ja. En dat is ook niet iets wat Messi van het een op het andere jaar verloren is. Maar in een
kleinere steekproef. Dus in een wedstrijd of team waar je nu over praat, kan het natuurlijk gebeuren dat je in teamwedstrijden, dat die op de een of andere manier steeds net niet helemaal goed valt. Nee. Zonder dat jij dan echt aan kwaliteit. Maar in zijn rol als aangever zijn dat wel waardevolle cijfers. Want hij heeft eerder aangegeven, ik heb heel veel gescoord. Hij wilde meer assists gaan geven. Dat heeft hij in een interview heeft hij dat kenbaar gemaakt. Maar dan zijn dat wel eigenlijk de achterliggende cijfers die je wil zien om te bekijken van ja. Maakt hij dat ook waar? Nou ja, precies. En dat is dus ook, daar ga je dan ook naar kijken. Wat voor ontwikkeling zie je in die cijfers? Nou, als je dan puur gaat praten over expected assists, dan zie je dus dat in de afgelopen jaren dat aantal steeds de lucht in is gegaan. Ja. En dat hij dus steeds meer een spelmaker is geworden in plaats van puur een afmaker. Maar dat daar dit seizoen ook een dip in te zien is. Dus dat Messi daar ook niet hoog op scoort. En eigenlijk hetzelfde met zijn expected goals. Zie je eigenlijk van jaar tot jaar dat Messi steeds iets verder van de goal eigenlijk gaat afspelen. Zijn gemiddelde positie waar vandaan hij schiet is ook van een meter of 16, 17. Dus dat is ook echt van buiten het strafschopgebied. Gewoon van zijn 37 schoten waren er ook 10 vrije trappen. Zaten er nog een paar penalties bij. Dus als je dan echt gaat kijken uit open speel, komt die niet heel veel eigenlijk meer in schietposities terecht. En als je niet in een schietpositie komt, kun je natuurlijk ook niet scoren. En ook qua het voorbereiden voor zijn ploeggenoten. Ja. Haalt hij eigenlijk niet de cijfers die je verwacht van Messi. Dus als we dat bij elkaar optellen, dus die expected goals en die expected assists. Over eerdere seizoenen is dat dus eigenlijk hetzelfde als goals en assists daadwerkelijk. Over een heel seizoen zie je dan altijd Messi eerste, Messi tweede, Messi derde. En dit seizoen dan staat hij niet 250ste, maar staat Messi rond de 15e plek. En ik denk dat eigenlijk zijn reële niveau is. Dat hij dus ook de komende wedstrijden, kijk, iedereen die deze video kijkt, over 2 weken, dan staat Messi niet meer zo laag op deze rankings. Dan heeft deze video is waarschijnlijk snel achterhaald. In de zin dat als hij op 7 krijgt. Ja, zijn moyenne zal iets omhoog gaan, omdat hij scoort nu rond plek 250 in de daadwerkelijke aantallen, waar op basis van de onderliggende cijfers, je zou verwachten dat hij rond de 15e plek zou zitten. Dus die gaat stijgen op die ranking, want hij komt wel in posities en hij brengt ploeggenoten in posities. En vroeg of laat gaat dat doelpunten opleveren. Alleen, het probleem is dat ook de 15e plek voor Messi extreem zorgwekkend is. Want Messi staat altijd 1, 2 of 3 en hij is nu in één keer nummer 15. En dus is er ook in echt zijn daadwerkelijke spel een reële achteruitgang zichtbaar ten opzichte van eerdere jaren. En dat kan verschillende oorzaken hebben. Neem eventjes, Koeman is nu de coach van Barcelona. Ja. Laatst heeft Sully ook gezegd dat die Coutinho en Griezmann, die groeien echt onder Koeman. Messi heeft een aantal keren gewoon laten zien hoe goed hij is. Een aantal keer is hij onzichtbaar. In hoeverre heeft dat verband met elkaar? Want jij geeft net aan de expected goals of waar je in de positie. Hij komt dan net buiten de 16. Mm-hmm. Maar Messi van vroeger kennen we ook wel van de teruggetrokken bal. Zo rond de 11 meter. Daar stond hij ook vaak. Ja. Heeft dat dan te maken dat iemand anders op dit moment, laat maar zeggen, die positie invult en dat hij een andere rol heeft of niet? Ik denk dat ik je verschillende dingen kan aanwijzen. Eén zit inderdaad in de manier waarop Ronald Koeman zijn elftal laat spelen. Dus dat nou, even in een breder perspectief kijkt, dan zie je dat Barcelona misschien wat minder dominant is en wat minder de bal heeft dan in voorgaande seizoenen. En dat leidt ertoe dat de verdedigende cijfers van Barcelona onder Koeman verbeterd zijn. Maar dat betekent dus ook dat Messi af en toe wat verder van zijn eigen, van het doel van de tegenstander komt te spelen. En dus op die manier ook wat minder vaak in positie zou kunnen komen om beslissende dingen te doen. En het tweede, wat je net eigenlijk al aanhaalt, wat je kan zien bij Messi is dat Luis Suarez was natuurlijk zijn partner in de punt van de aanval jarenlang. En Suarez scoorde zelf enorm veel. Maar Suarez die deed ook dingen waar Messi baat bij had. Met name op de momenten dat Barcelona arriveert in de 16. En dan kon je de klok erop gelijk zetten dat Suarez zijn loopactie ging maken naar de eerste paal. Nou, Suarez scoorde daar ook vaak uit. Dus daar moest de tegenstander op reageren. Ja. En heel veel goals die Barcelona gemaakt heeft, die kun je kunt denk ik zo'n samenvatting maken van 5 minuten waarin je de aanval ziet. Barcelona komt over links. Er wordt op een gegeven moment de bal gegeven op Alba. Ja.
Suarez loopt naar de eerste paal, Alba trekt hem terug en Messi schiet hem binnen. En toevallig maakten ze laatst in de Champions League ook weer een keertje zo'n soort doelpunt waar dan Alba doorkwam en toen teruggelegd. En dan was het uiteindelijk Griezmann die hem maakte. Maar dat was een wedstrijd waarin Braithwaite in de spits stond. Nou, Braithwaite is niet de beste voetballer ter wereld, maar die maakt wel continu die loopacties naar de eerste paal. Nu begrijp ik ook gelijk jouw oproep, laat maar zeggen, voor Giroud. Want jij vertelde na de opname met Ruben dat jij Olivier Giroud, laat maar zeggen, naar Barcelona had gepraat. Ja. Dat ik denk van, nou oké, we moeten echt even kijken of het nog goed gaat met Pieter. Misschien is die show hem te veel geworden. Dat zou zomaar kunnen. Maar dat is wel weer zo'n type spits die dus naar de eerste paal gaat. Want jij zegt die automatisme met Alba, Suarez, Messi. Maar je had toen ook nog Rakitic. Dat als Messi miste, stond Rakitic er ook weer achter. Dat klopt. Wat dat betreft was dat wel... Ja, weet je, je had gewoon drie opties. Ja, en je ziet nu, Messi is vaak de spits in het systeem van Koeman. Dus dan is hij de meest diepe man. Maar op het moment dat Messi de spits is en hij laat zich terugvallen... en dat is de enige speler waarmee die twee centrale verdedigers van de tegenstander rekening moeten houden... ja, dan gaan ze gewoon mee met Messi en kun je hem niet terugleggen op Messi... omdat die afleiding er niet is. Ja, dat heeft wel impact op de kwaliteit... van de kansen die hij maakt. In die zin mist hij natuurlijk echt gewoon een beetje... ja, zijn maatje Suarez, die ook nog vaak ook assist aan hem gaf... door wat verdedigers bezig te houden en dan af te geven. En nu komt er wel heel erg veel van Messi zelf. En wordt in die zin ook Barcelona een beetje voorspelbaar. Ja, maar in die zin, we hebben het eerder dit jaar gehad. Barcelona was sowieso de laatste jaren vrij voorspel... omdat elke eerste bal naar Messi ging. Dat gebeurt dit jaar natuurlijk iets minder. Ja. Ook omdat hij natuurlijk... vaak dan een beetje als spits begint en dus ook pas later in het spel betrokken wordt. Ja, precies. En we hadden het eerder over dat voetballen onder protest. Want daar bedoelen we eigenlijk mee dat hij delen van de wedstrijd wandelt. Maar ben je het met me eens dat enorm wisselt? Want die goal tegen Osasuna, je had het er net over. Dan komt hij hem helemaal halen. Hij stond bijna op de middenlijn, aan de rechterkant. Hij geeft die schitterende paas op Alba. Maar toen zag je wel weer die ouderwetse sprint, waarbij die eindigt in de 5 meter. Uiteindelijk maakt Braithwaite hem, laat maar zeggen. Maar hij was wel weer dichtbij. Zijn dat dan weer een beetje de kenmerken die we gewend zijn van hem? Ja, je ziet iedere wedstrijd zie je Messi dingen doen die alleen Messi kan doen. Dus het blijft geweldig. Het blijft inderdaad een geweldige speler. Alleen je ziet dat in de manier waarop hij dit seizoen presteert... dat gewoon minder is ten opzichte van de Messi van voorgaande jaren. En een heleboel spelers... Kijk, Messi zit dus qua onderliggende kwaliteit nu rond de 15e plek. Ja. Bijna iedere voetballer ter wereld die zou mooi doen om op die plek te staan. Alleen van Messi verwacht je iets anders. Mm-hmm. En je ziet gewoon dat Barcelona ook zoekende is naar... hoe kunnen we nou Messi het beste inpassen? Ook... in combinatie met Griezmann. Nou, je hebt alle varianten wel gezien. Dat Messi een keertje vanaf rechts begon. Dat Messi een keertje vanuit de spits begon. En dan Griezmann op 10. Of Griezmann vanaf rechts. Of Griezmann eigenlijk als diepe spits. En die ideale combinatie daarin is nog steeds niet echt gevonden. Nee. Plus, wat Barcelona natuurlijk ook nog mist in met name de afgelopen weken... sinds Ansu Fati is weggevallen. Is ook nog een speler die inderdaad aan die zijkant met dribbles en diepgang ook nog spelers wegtrekt. Waardoor Messi ook weer wat meer ruimte krijgt in dat centrum om zijn beslissende acties te maken. Dus het is ook een beetje een optelsom van factoren wat je op dit moment terugziet bij Messi. Alleen de cijfers die staven wel wat iedereen eigenlijk met het blote oog ziet. Messi is niet de Messi die we kennen. Nee. Op dit moment. En dat is iets voor Barcelona om je toch wel zorgen om te maken. Ja. Je noemt de cijfers van Messi. We hebben het over de ideale positie, samenstelling voor Messi. Laporta gaf deze week aan, als het aan hem ligt en hij wordt de nieuwe president van Barcelona. Koeman is zijn trainer en Messi gaan we overtuigen. Als we nou kijken naar volgend seizoen en we kijken naar de beste positie voor Messi ook. Kijkend naar zijn cijfers nu. Dan zou je bijna zeggen, ze moeten eigenlijk een rol als aangever voor hem... gaan maken. Dus meer de spelmaker in plaats van de afmaker. Ik denk inderdaad, zeker met Messi, dat eigenlijk al zijn hele carrière... dat je een beetje zit met de vraag van, gaat hij ooit een middenvelder worden? Hij speelt natuurlijk met nummer 10. Maradona is natuurlijk een beetje dan zijn voorbeeld. Alleen als je zijn positieontwikkeling hebt gezien door de loop der jaren... Hij was natuurlijk ergens buiten onder Rijkaard toen hij doorkwam. Daarna heeft Guardiola hem op een gegeven moment in het centrum van de aanval gezet.
heel veel doelpunten gemaakt in die periode. Nou, daarna kreeg je op het moment dat Neymar en Suarez kwamen, kwam hij eigenlijk weer een beetje meer vanaf de rechterkant te spelen. En werd hij daar ook steeds meer een soort van aangever. En de afgelopen jaren zie je eigenlijk, dat is een periode geweest eigenlijk met twee spitsen, Messi en Suarez, dat er geen buitenspelers meer om waren. Of dat als ze dan met drie speelden, kwam toch weer Messi vaak vanaf de rechterkant. Nou, dit seizoen heb je dan gezien Messi weer geprobeerd als eigenlijk valse nummer 9, waar die ooit begonnen is. Ja. Alleen, het blijft een beetje zoeken. Dus je hebt ook vorig jaar natuurlijk met Kike Setién als trainer. Die heeft het een paar keer ook geprobeerd met 4-4-2 Ruud. Met Messi dan als nummer 10. Ja. En ik denk dat dat zeg maar voor Barcelona richting de toekomst ook wel een port uit over heeft. Ja, dat een van de belangrijkste vraagstukken voor dit Barcelona is. Ja, waar halen wij het beste rendement uit de Messi zoals hij nu is, waarbij het ook echt een probleem is in dit kader. Maar dan moeten ze wel met een goed plan komen, want hij moet overtuigd worden. En laat ik het zo zeggen, met de verlenging van Pep Guardiola, het zou ook niet vreemd zijn als hij daar tekent. Nou ja, en zijn defensieve werk is in dat kader natuurlijk ook gewoon voor al die trainers een beetje een vraagstuk geweest. Dat Ernesto Valverde uiteindelijk 4-4-2 is gaan spelen. Ja, heeft natuurlijk ook alles te maken met dat Messi en Suarez allebei niet heel veel verdedigend werk deden. Nee. En dat je dan eigenlijk een blok van achter nodig hebt, erachter nodig hebt om hen te ontlasten. En dat is ook een beetje waar Koeman mee aan het worstelen is. Want ook als Messi dan vanaf rechts speelt, dan wordt uiteindelijk komt Barcelona alsnog verdedigd in een 4-4-2 organisatie terecht. Maar dan wordt Messi een van die twee centrumspitsen. Alleen dan heb je altijd weer spelers nodig die dan op rechts dat gat invullen. Ja. Wat dan Messi heeft achtergelaten. En dat is wel echt een vraagstuk van bij deze Messi. Ja, hoe ga je hem inpassen? En met name ook, stel dat je Messi op het middenveld gaat zetten. Ja, hoe ga je dan een organisatie neerzetten dat je het jezelf kan permitteren? Dat Messi moet je heel veel spelers aan gaan laten passen om dat voor elkaar te krijgen, toch? Want de ouderwetse spelmaker, de nummer 10, waar we laatst een aflevering over gehad hebben, die is er gewoon niet meer, want het voetbal is veel dynamischer geworden. Dus dan krijg je bijna dat buitenspelers of heel dienstbaar moeten gaan spelen bij balverlies, of hem toch in de spits zetten. Waardoor het verdedigende arbeid, laat maar zeggen, überhaupt al wat minder wordt. Ja. Waarbij het vooral in druk zetten dat hij belangrijk gaat worden. Nou, wat is het meest logische, denk jij? Nou ja, ik denk, als je puur inderdaad ook gaat kijken naar, goh, hoe kun je daar dan nog een defensieve organisatie bij krijgen? Ja. Ja, dan heb je grofweg gezien eigenlijk twee opties die je enigszins kan doen op een normale manier. Of eigenlijk drie, denk ik. De eerste optie is dat je een soort van 4-4-1-1 gaat krijgen, waar dan Messi de nummer 10 is, met twee controlerende middenvelders erachter. Een beetje in lijn met hoe ze nu al spelen. En zijn die buitenkanten jongens met diepgang. Dus ja, buitenkant inderdaad jongens met diepgang, maar die ook dan verdedigend terug kunnen en die arbeid kunnen verrichten. En dan een echte spits ervoor. Ja, dat is een manier waarop je En een echte spits bedoel je dan echt gewoon een aanspelpunt waar Messi omheen kan voetballen? Ja, ik denk dat voor hem in een dergelijk systeem, en ook zo'n jongen die dan ook, dat is natuurlijk ook de reden dat ik Giroud noemde, een jongen die dan ook verdedigende arbeid bereid is te doen. Ja. Zoals bijvoorbeeld Luc de Jong dat ook invulde bij PSV. Gewoon iemand die ook, als dan toen was het Lozano, liet wel eens een mannetje lopen, die dan ook die sprint 35 Precies. meter terugmaakt. Ja, zo'n spits moet het wel zijn. En dat is ook een beetje het ingewikkelde met Griezmann. Want op het moment dat je bijvoorbeeld zo gaat spelen, dan kun je Griezmann eigenlijk al op geen enkele plek goed in zijn kracht zetten. Nee. Dus dat is denk ik een lastige. Een andere is dat je 4-3 gaat spelen met de punten achter op het middenveld. Dat je dan hem echt als valse negen gebruikt. Dat je twee spelers hebt die vanaf de zijkant op een gegeven moment in die spits kunnen duiken op het moment dat Messi eruit zou bewegen. En ik denk dat dat ook een beetje de manier is waarop, als Guardiola hem naar City zou halen, dat de manier is waarop hij bij City gebruikt. Ik vind het ook de meest logische, Pieter. Alleen dan kom je weer op hetzelfde. Waar zit je Griezmann dan neer? Ja, dat blijft dan weer het. Nou, dat klopt inderdaad. En het zou dan misschien weer hangend vanaf rechts kunnen. En dan Fati hangend vanaf links. Maar dat blijft een ingewikkelde puzzel. En een derde optie die wat je zou kunnen denken, ook gezien de manier waarop dat dan verdedigend vaak wordt ingevuld, is zo'n 4-4-2 Ruud, waar vorig jaar al een beetje mee geëxperimenteerd is. Nou, dan kun je Messi natuurlijk echt als nummer 10 gebruiken. En wat je vaak ziet bij teams die
4-4-2 ruit spelen. Bijvoorbeeld ook het FC Utrecht van Erik ten Hag. Die deden het op die manier. Is dat dan verdedigend? Staat het eigenlijk als een soort van 4-3-3-0. Waarbij dan die... Nou, dat was ook bijvoorbeeld hoe Louis van Gaal het deed met Nederland zelfs. Toen hij 5-3-2 speelde met Sneijder op 10. Dat dan eigenlijk die nummer 10... een beetje de meest vooruitgeschoven speler wordt. En dat dan die centrumspitsen... gaan uitwagen. Die gaan eigenlijk inderdaad een beetje zich positioneren... vanuit de backs van de tegenstander in eerste instantie. Ja, die pakken dan de tussenposities, toch? Dus eigenlijk tussen de back en de centrale. En dan is de nummer 10 degene die het moment van druk geven aangeeft. Dus afwachtend en op het juiste moment... Ja, precies. En qua spel in zich zou Messi dan natuurlijk perfect kunnen invullen. Ja. Maar ook dan heb je weer inderdaad... oké, wie zijn dan die spelers die je daar neerzet? Maar bijvoorbeeld ook, stel dat je op die manier gaat spelen... ja, waar ga je Ansu Fati in zo'n geval... Ja. Laten, kan hij dat als een van die twee spitsposities. En dat is natuurlijk ook de reden dat bijvoorbeeld Lautaro Martinez, die zoiets natuurlijk perfect zou kunnen invullen, en die dat ook wel eens bij de Argentijnse ploeg op die manier gedaan heeft voor Messi, dat die dan heel vaak genoemd wordt bij Barcelona als speler die dat zou kunnen invullen. Alleen het probleem van Barcelona nu is, er is ook geen geld. Ja. En dit is natuurlijk een vraagstuk, we hebben het er nu over, dat bij Barcelona al 5 jaar boven de markt hangt. Wat is nou de positie van Messi en hoe richten we die erfenis in? Nou, dat hebben ze ook nog een extra groot probleem gecreëerd door heel lang vast te houden eigenlijk aan Suarez, waarbij op een gegeven moment duidelijk werd, dan heb je er twee die geen verdedigend werk doen. Dus dan kun je eigenlijk geen functionerend elftal er meer omheen creëren. Zeker niet in de dominante stijl zoals Barcelona wil spelen. Want eigenlijk de enige uitweg die er was, is hoe Ernesto Valverde het gedaan heeft. Iets verder terug en die twee dan ontlasten. Maar dan zeggen mensen, dat is geen Barcelona voetbal. Dus als je Barcelona wil spelen, kun je er maar eentje hebben. En dan... Dat wisselt Koeman wel goed af, hè? Juist sommige momenten van inzakken, maar ook momenten van druk zetten. Zeker, ja. En je ziet dat die wel een soort van basis, een soort van platform probeert te creëren om een nieuwe Barcelona te creëren. Alleen wat dan ook binnen zijn concept de ideale plek is voor Messi, dat hangt nog steeds boven de markt. En al dat geëxperimenteer, je ziet het dus terug in de cijfers dat Messi op dit moment Messi niet is. Messi is even Geraldo Becker. En dat is iets waarvan je nooit had gedacht dat je die zin eens een keertje zou uitspreken. Nee, dat is heel gek. En dan moeten we ook snel verder gaan. Want ik wil afsluiten met het volgende, Pieter. Over 2 weken zitten we hier weer. En we hebben vorige week natuurlijk een quizshow gedaan met allerlei prijsvragen. De vraag aan jou is, hij staat nu, Lionel Messi staat op plaats 468. Over 2 weken, waar staat hij dan? Top 100? Even denken. Hij staat natuurlijk qua onderliggende cijfers rond de 15e plek. Dan hebben we in 2 weken denk ik 2 speelrondes gehad in La Liga tussendoor. Hij heeft rust gekregen natuurlijk in de Champions League. Moet je wel meenemen in je beoordeling, de rust? Dat is belangrijk. Dat zou er inderdaad wel toe kunnen leiden dat hij wat scherper aan de aftrap staat. Dat hij in ieder geval fris is. Nou, dan... Ik zou wel durven zeggen inderdaad dat hij dan top 100 staat. En ik denk zeg maar rond de winterstop, dan denk ik dat hij rond plek 25 staat. En dat hij uiteindelijk zal die dus rond die plek 15 gaan eindigen. Op het moment dat hij doorgaat. Dat is einde seizoen heb je het dan over? Einde seizoen met het spel zoals het op dit moment is. Alleen dat is eigenlijk doodzonde. Want we willen Messi op 1, 2 of 3 zien en niet op plek 15. En helemaal niet op plek 468. Nee, dat zeker niet. Pieter, mag ik jou bedanken voor je tijd. En jongens, mag ik jullie bedanken voor het kijken. Laat even weten wat je van deze video vindt. Abonneer vooral ook. En wat is volgens jullie de beste positie van Messi? Laat het weten in de comments. Dan komen we daar in de komende week op terug. Tot ziens!